grotten van Cannes, een authentieke groeve waar de start van de Merkel-ontginning al voor de 15e eeuw begon. Wat velen niet weten is dat hier ook aan landbouw gedaan wordt. Deze grotten zijn uiterst geschikt om aan champignon teelt te doen. Tussen de twee wereldoorlogen in werd de teelt moderner. De manier om deze champignons te kweken, die zien we hier achter ons. Ze werden gewoon rijtjes op de grond gelegd en daarin werd dan het broed aangebracht. Het broed, dat is dus het mengsel van een gestoomde graankorrels die niet meer kunnen ontkiemen, waarin de sporen gewenteld worden. En dit is de manier waarop dat het dus nu gebeurt. Het champignonbroed komt nu binnen in zakken. Dus hier zie je dat witte web van draden, waar later de dekaarde op komt en waarop dat de champignons zich gaan vormen. Het is de vochtigheidsgraad en de constante temperatuur in de grot die het telen hier zo ideaal maakt. Nadeel is wel dat het telen in de groeven veel trager gaat. In de bovengrondse champignonkwekerijen is na 4 weken alles gebeurd. Het binnenkomen van het broed en het terug buiten gaan. Laat ons dan nog 5 weken nemen. Hier komt eigenlijk pas de eerste vlucht op dreef na 4 weken. Deze methode van aan champignon teelt te doen duurt langer, waardoor dat die champignons veel minder vocht bevatten en dus veel smakelijker, veel vaster zijn. Je kan ze ook bij bepaalde periodes en in bepaalde winkels volop krijgen en anders is het aanbod vrij gering. Het ogenblik waarop dat er geoogst wordt, hangt af van de kweker, van hetgeen hij wil. Wil hij hele kleine paddenstoeltjes leveren of wil hij van die grote leveren die opgevuld worden, dan laat men die natuurlijk langer staan. Zo één oogst noemt men een vlucht, dan geeft men terug 14-tal dagen die grond de tijd om opnieuw wat krachten op te doen, ook wat water bij te geven, dan verschijnt er een tweede vlucht. En zo ook nog een derde en soms zelfs een vierde. Telkens van hetzelfde bed. Vroeger werd hier ook aan witloof teelt gedaan. Witloof, de naam zegt het, is het witte loof, hier in dit geval van de sicorij. Plant, dat dus eigenlijk geen licht mag krijgen, te veel licht, anders wordt het groen, het moet wit blijven.